woedende reacties van linkse deugneuzen. Marjolein Faber heeft het namelijk voor elkaar gekregen dat asielzoekers, statushouders, niet langer voorrang krijgen op huizen. Dat was jarenlang wel het geval. Sommige Nederlanders stonden 10 tot 15 jaar lang op een wachtlijst voor een huis. Dit terwijl statushouders voorrang kregen en zelfs budget kregen om hun huis in te richten. Maar onder PVV-minister Marjolein Faber is dit niet langer het geval. Lekker laten wachten die statushouders. Nederlanders weer op 1, laat Wilders weten op Twitter. Daar zijn linkse deugers nogal boos over op Twitter. Kennelijk hebben zij liever dat Nederlanders moeten wachten en dat asielzoekers, statushouders, voorrang en budget krijgen. Wat vinden jullie van Marjolein Faber? Is ze goed bezig of niet? Laat het me weten en like en deel deze video.